Oké, volgende groep jongens van 13 jaar. En daar hadden we een hele grote kans hebben bij zitten, denk ik, met Danny Dunning. Tweemaal winst. Kjell Grob zat erbij met tweemaal winst en een keer twee. Hetzelfde geldt voor Jorne Maatman. Twee keer twee en een keer één. En dan gaan we natuurlijk met heel veel spanning uitkijken wie die eerste bocht er komt. Dat is de 2.62. Dat is het nummer van Danny Dunning. Maar daarnaast hoor, Kjell Grob, de man uit Hengelo. 5.31 zijn startnummer. En voor Raalte de 97 van Jorne Maatman. Maatman dus op plekje nummer 3 en dan komt Kjell Grob, die komt naar voren. Grob naar voren, maar wie heeft die beter binnenbocht? We gaan kijken hoor. Dunning is het Grob. Grob die komt er gewoon naast hoor. En dan gaan ze naast elkaar bijna richting de finish. Maar het is opnieuw Grob dus die aan het langste eind gaat trekken hier. Want hij gaat er van tussen. En in die laatste meters problemen nog voor Danny Dunning.